Goedemiddag, mijn naam is Conor Larenberg en ik ga jullie vandaag het stappenplan laten zien wat je eigenlijk als nieuw member van IAM Academy en van de Eagle Vision Community in je eerste maand zou moeten overlopen. Eerst en vooral ga ik jullie proficiat wensen met de keuze die jullie hebben genomen om eigenlijk je leven zelf in handen te gaan nemen. En daarvoor zijn wij er nu eigenlijk om jullie zoveel mogelijk te gaan ondersteunen om de juiste zaken in de financiële markten te gaan doen, om de juiste educatie te gaan krijgen en zorgen dat jij de juiste stappen gaat ondernemen. Eerst en vooral, er zijn een aantal zaken dat je gaat moeten bekijken omtrent video's en omtrent content en een aantal zaken omtrent basiskennis dat je eigenlijk in de eerste maand moet gaan overlopen om te kijken wat je juist wilt of wat je eigenlijk juist wilt gaan doen. Eerst even, ik ga beginnen met mijn scherm met jullie te delen, zodat ik jullie even heel kort kan meenemen in de teamchat van Discord. Er zijn een aantal zaken die belangrijk zijn dat je moet gaan bekijken. Zoals bijvoorbeeld bij Discord heb je de channel YouTube-kanaal, waar dat je hier van boven de link gaat vinden om rechtstreeks naar het YouTube-kanaal van Eagle Vision Community te kunnen gaan, om eigenlijk bepaalde video's te kunnen gaan bekijken. Nu, op de YouTube-pagina staan een aantal video's die verborgen zijn en staan een aantal video's die openbaar zijn. Alles van de video's die verborgen zijn, vind je in het channel zelf terug met de directe linken naar die video's om effectief de juiste content te kunnen gaan krijgen. Wat ga je hier ook nog bijvoorbeeld terugvinden, is jouw agenda of de agenda van de community, wanneer dat er bepaalde acties worden gedaan. Ja. Nu, eerst en vooral. Stap 1 is eigenlijk heel belangrijk dat je... Even kijken. Naar IAM.center gaat. Dat is eigenlijk via de IAM Academy platform, waar dat je hier eigenlijk links gaat terugvinden. Academies. Als je daarop gaat klikken, ga je de mogelijkheid hebben om een aantal recorded sessies of een aantal video's te kunnen gaan bekijken in het Engels, in het Spaans, in het Duits of het Portugees. We gaan nu het voorbeeld nemen van Engels. En je klikt bijvoorbeeld op Enroll. Dan ga je doorverwezen worden naar een hele lijst met video's en bepaalde content. Zoals je hier bijvoorbeeld video 1 gaat terugvinden, wat is juist Forex? Hoe is Forex ontstaan en naarmate dat je daar verder doorloopt, ga je eigenlijk meer en meer van de video's terugvinden of meer en meer basiskennis kunnen gaan opdoen. Je ziet bijvoorbeeld hier van boven, ziet je FRX 101, dat staat eigenlijk simpelweg voor de eerste video van de 100-series. Uw opline of mijn coach gaat je regelmatig zeggen, heb je de 100-series al bekeken of heb je de 200-series al bekeken, dan weet je wat hij ermee bedoelt. Dus de eerste video is 100-serie, de eerste video daarvan. Dan gaat je eigenlijk verder kunnen doorscrollen en dan ga je dan een tijd FRX 200 bijvoorbeeld tegenkomen. En dat is eigenlijk het begin van de 200-series. Zijn dat volledig 100 video's? Nee, want de 100-series stopt na een goeie 32. Maar dat betekent dat er ongeveer 15 video's zijn, omdat je bij heel veel video's ook een aantal testvragen hebt. Het beste advies dat ik eigenlijk hierin kan geven is eigenlijk heel simpel. Ga zo snel mogelijk door de 100 en de 200 series om die bepaalde materie of bepaalde kennis zo snel mogelijk in je brein te krijgen om eigenlijk door te kunnen groeien naar effectief een aantal trades te kunnen gaan plaatsen. Stel nu, als jouw Engels niet zo denderend is en je zegt van kijk, ik vind het toch gemakkelijk in het Nederlands, daar dient eigenlijk het YouTube-kanaal voor. Dus ik ga daar eventjes met jullie overlopen. Als je naar YouTube gaat. Yes. En je tikt in je zoekbalk Eagle Vision Community in. Voilà. Dan ga je hier de eerste pagina tegenkomen. Ik vraag ook altijd om daarop te gaan abonneren. Dat is ook gratis, dus het is geen betalend kanaal, het is gewoon een gratis kanaal, waar dat je eigenlijk al de video's gaat gaan terugvinden. Ik ga het eventjes laten zien.
waar dat je eigenlijk al de video's gaat terugvinden die op het kanaal staan. Zoals bijvoorbeeld een tutorial over TradingView, een herhaling van de launch call die dat je een aantal dagen geleden hebt gevolgd, en dan eigenlijk al de educatiesessies in het Nederlands. Staat er bijvoorbeeld nog op, tutorial over MetaTrader 4, tutorial over de IM Academy website en zo verder. Ja, de belangrijkste video's die je eigenlijk in je eerste maand moet gaan bekijken, is de tutorial over IM Academy website. Voor de simpele reden dat je weet hoe dat je back-office in elkaar steekt, dat je weet waar dat je bepaalde zaken kan gaan terugvinden. De tutorial over MetaTrader 4 moet je ook gaan bekijken, zodat je weet hoe dat je een trade kan gaan plaatsen op jouw tradingsapp. En dan is het voor de educatie, kan je eigenlijk Eagle Vision educatiesessie nummer 1 gaan bekijken. Dat gaat over lot size, risk reward en wat de gevaren zijn in functie van oversight. Educatiesessie 2, dat betekent eigenlijk partials nemen en de trendlines van de financiële markten te kunnen gaan volgen. Educatiesessie 3 is eigenlijk hoe dat de FX Blue werkt, Forex Factory en hoe dat je het verleden kan gaan analyseren. Dat zijn eigenlijk dus samen, die drie sessies gaan ongeveer een 3 uur kijkplezier voor je zijn. Dan heb je logischerwijs ook de tutorial over MetaTrader 4. Dat zijn de kortere video's, die duren ongeveer 6 minuutjes. En dan de tutorial over IM Academy duurt een kleine 8 minuten. Dat zijn eigenlijk de eerste 5 video's in het Nederlands die dat je in mijn ogen de eerste week, week en half, 2 weken zou moeten gaan bekijken. Simpelweg om eigenlijk daarna een sessie te kunnen gaan volgen van live traden in de maand. Yes. Oké. Volgende stap, en dat is eigenlijk gewoon een tip qua time management dat ik jou ineens ga geven, is in de channel over de agenda wordt er elke moment van de dag of op verschillende momenten van de dag actiemomenten gedaan. Zoals bijvoorbeeld op dinsdag om 9:30 gaat Glenn live traden bijvoorbeeld met de ICC 11 strategie. Om 11 uur is het Jens die de Lorien strategie gaat doen en ik zelf om 4 uur die Harmonic strategie gaat doen. Nu, hetgene dat ik zelf elke zondagavond doe, dan neem ik eigenlijk mijn privéagenda, leg die naast de agenda van Eagle Vision en dan zeg ik voor mezelf van kijk, welke blokken ga ik voor mezelf gaan investeren om bepaalde sessies te gaan bekijken of welke actiemomenten dat ik ga meedoen. Het advies dat ik altijd geef is voor iedereen, neem daar 2 à 3 à 4 momenten uit om sessies te gaan volgen. Moet je bij elke sessie aanwezig zijn? Absoluut niet. Maar dat je wel een bepaalde doelstelling voor jezelf gaat nemen van oké, ik doe bijvoorbeeld, ik sta deze week met de late bijvoorbeeld, ik ga deze eerste 3 sessies volgen. Of ik sta bijvoorbeeld met shiften en of ik sta met een vaste dag bijvoorbeeld tot 3 uur. Dat je zegt, ik ga deze 3 sessies volgen. Logischerwijs, degene die je eigenlijk altijd in je agenda zou moeten blokkeren, is de educatiesessie op woensdagavond om 8 uur. Voor de simpele reden, omdat dat dan echt puur een uurtje gaat over leren in het Nederlands hoe de financiële markten werken. Dus eigenlijk een soort vertaling van de video's die dat je eigenlijk hebt bekeken in de afgelopen weken. Yes. Even kijken. En dat zijn eigenlijk de eerste stappen die je zou moeten ondernemen om eigenlijk in je eerste maand een goede groeimarge in je ontwikkeling als mogelijk professionele trader kunt gaan maken. Dus ik herhaal een aantal zaken die je sowieso moet gaan bekijken. De 100 en de 200 series op IM Center. Ik ga het eens op deze manier bijzetten. Een blikje. Voilà. To do, de 100 en 200 series op IM.center. YouTube channel, educatie sessie 1, 2, 3, linken vind je terug. Discord. To
Vittorio. Meta. Trader. 4. Tutorial. IM.academy. Waarom is dat belangrijk? Voor de hele simpele reden. Je gaat elke zondagavond gaat er een reminder gestuurd worden in de teamchat om eigenlijk te gaan kijken of eigenlijk te zeggen van kijk, controleer of dat jullie abonnement nog actief is, zodat je de lessen kan blijven volgen. Het zou jammer zijn dat je per ongeluk over het hoofd hebt gekeken of niet goed weet wat je eigenlijk moet gaan doen. Daar dient die tutorial eigenlijk voor, zodat je weet waar dat je moet kijken om te zien of dat jouw abonnement nog wel of niet actief is en hoe dat je het effectief kan gaan verlengen. Dat is een klein beetje uw eigen verantwoordelijkheid, logischerwijs, omdat elke zondagavond worden de teamchats uitgekuist. De mensen die actief zijn en waar dat we eigenlijk geen verklaring of dergelijke voor hebben, die worden daar eigenlijk uitgezet. Uiteraard, wanneer het abonnement daarna terug actief is, word je wel terug toegelaten in de chat, waar dat niet meer alles logisch is. Maar het zou jammer zijn als je in je proces 3, 4 of 5 dagen zou mislopen door simpelweg daar over te kijken. Ja. En dan daarnaast is het een stukje time management. Plan 2, 3, 4 live training sessies vast in je agenda, zodat je weet wanneer en waar je eigenlijk zou moeten zijn. Voilà. Dus dit was eigenlijk heel kort uitgelegd wat de eerste stappen zijn die dat je moet gaan overlopen in je eerste maand, in jouw journey naar professionele trader. Mocht er iets niet duidelijk zijn, mag je eigenlijk altijd je teamleider of je upline gaan contacteren of kan je mezelf ook gaan contacteren met verdere vragen. En dan zien we jou binnenkort op de sessies terug. Ik zou zeggen, succes!